We gaan een gin en pink maken met Massimo, met gin de ronde nummer 1. Inderdaad, dus een gin en pink, recept dat we gebruikt hebben in een café theater, back in the days. Heel simpel om te maken, wel x aantal ingrediënten dat we gaan gebruiken, maar we gaan van start gaan met onze gin. En namelijk gaan we daar 5 centiliter van gebruiken, maar alvorens dat we dat doen, gaan we eigenlijk een groot glas nemen, gaan we het glas een klein beetje koelen. En gewoon ons glas een klein beetje voorsturen. Kwestie dat het glas al mooi koud heeft op voorhand. We nemen als gin een London No. 1. Een hele leuke gin. Gaan we hier 4 centiliter van gebruiken. Zo. Doen we in ons glas. Het volgende dat we gaan doen is een klein beetje limoensap nemen. Voor limoensap gaan we eigenlijk gebruik maken van 1 centiliter. Echt niet veel. Om dat klein zuurig kantje aan te geven. Zo. Dan maken we gebruik van Campari. Echt om die bittere kant naar voren te laten brengen. Dus eigenlijk een mengelmoes van alles door elkaar. Mm-hmm. Maar het eindresultaat is gewoon fantastisch. Ja. Gaan we 1 centiliter Campari gebruiken. Zo. Daar komt dan ook eigenlijk het feit van die gin en pink uit. Want als je dan alles mooi opvult, wordt die mooie roze. Maar we gaan toch volledig in die richting van die bittere cocktails momenteel? Ja, dat komt meer en meer op. Bitterheid is ook iets dat een tendens begint te worden. Samen met het feit van al hetgeen die te maken heeft met dingen zoals Angostura. En oldschool cocktails, die zijn ook allemaal meestal bitter. Ja. En dan gaan we gebruik maken van pompoenmoessap. Dan noem je een oldschool cocktail? Dit is geen oldschool cocktail. Okay, ja. Dit is een redelijke recent en nieuwe cocktail. Van pompoenmoessap gebruiken we 3 centiliter. En dan gaan we dat opvullen met ijs. Gewoon blokijs. En wat er dan heel belangrijk is welk soort tonic je hier gaat bij gebruiken. Je gaat gebruik maken van een neutrale tonic, want je wilt echt geen smaak aan gaan beginnen toevoegen. En hiervoor gebruik je dan die Premium Original van Schweppes. Nu, het leuke eraan is, als je dan werkt met die Premium Original van Schweppes, dat je zit met een heel specifieke paarling, dat die paarling er ook effectief gaat inblijven. Dus een van de grootste problemen om bijvoorbeeld frisdranken te gebruiken naar cocktails toe, om af te toppen, is dat je heel snel die bruis gaat verliezen. Ja. De reden dat je dat ook juist doet, is om een bepaalde bruis eraan te geven, waardoor je die alcohol beter gaat smaken. Dus als je zit met die specifieke paarling van die Premium Mixer, in vergelijking met andere tonics, ga je echt die fris blijven behouden. Ja. Dus gaan we doen, we gaan ons glas een klein beetje tilten, en we gaan dat gewoon mooi aftoppen met die tonic. Dat is heel simpel. Mooi beeld in een glas. Met een mooi roos kleurtje die eruit komt. En dan gaan we dat gewoon afwerken met 2 rietjes. Dus gebruik maken van zo'n soort rietjes. Cocktail die enorm veel gedronken werd bij ons in de tijd. Kunnen we afwerken met een klein beetje pompoenmoes. Hadden jullie hem zelf uitgewerkt daar in het café theater? Of geïnspireerd op iets? Het was eigenlijk geïnspireerd op iets. En dan, dat is eigenlijk een cocktail die enorm goed verkocht, om het zo te zeggen. Café theater eigenlijk een gekende cocktailbar en natuurlijk. Zo, en dan gaan we eigenlijk onze 6e gebruiken. Gaan we die mooi in het glas steken. Niet meer dan dit. Je kan eventueel ook gewoon limoen gebruiken. Of dat je eigenlijk met pompoenmoes werkt. Heel simpel, klassiek houden. Simpel om te maken, heel snel. En het zit lekker.